Hoosbuien, hagel en harde windstoten. Het noodweer dat gisteren in een moordend tempo over de provincie trok, zorgde voor veel overlast. Goedenavond, het is wat vroeg, maar de appeloogst komt langzaam op gang. De eerste appels zijn geplukt en al aangeboden op de veiling. We zijn al ruim een week bezig met de Delba. En het is het seizoen van de wespen. Ongediertebestrijders draaien overuren. Zelfs al een paar zondagen doorgegaan om de boel weg te werken. Een enorme stortbui met hagel en harde windstoten heeft gisteren aan het begin van de avond flink huis gehouden in de omgeving van Lunteren en Barneveld. Ondergelopen straten, omgewaaide bomen en tenten die het weiland invlogen. In Lunteren kreeg camping Beukhof de volle laag. De campinggasten zijn totaal verrast door het noodweer. Paniek hier, heftig. Caravans en tenten raken beschadigd. En op het moment dat we binnen zaten, klapte heel de tent in elkaar. Met volle macht die stangen proberen tegen te houden. En de kinderen, die waren echt in paniek. Al het elektra is naar de galamiesje. Het was allemaal grijs, we zagen niks meer. Het stortte maar uit de lucht. Het was miserabel erg. En het water steeg op het veld en we konden het gras niet meer zien. We konden zwemmen op het veld. Ook hagel zo groot als duiveneieren. Je ging hier tot boven je enkels door het water heen. 30 centimeter. Ja, zo hoog stond het. Nog 10 centimeter hak het in de caravan binnen. Ook elders in Lunteren en ook in Barneveld gaat het tekeer. Er staan wegen onder water en worden bomen geveld. Zoals hier in Ederveen. Op de camping in Lunteren klagen ze over de slechte waterafvoer in de sloten. Ja, er lopen sloten, maar die kunnen dit natuurgeweld niet aan. Die sloten die zullen misschien breder gemaakt moeten worden of dieper. Ja, en wie moet dat doen dan? Ja, de waterschap denk ik. Dit hebben we zo erg nog nooit meegemaakt. We gaan eerst opruimen, kijken hoe het is. En misschien blijven we nog of niet. We gaan eerst de troep opruimen en dan zien we wel. We gaan alles opdrogen en we gaan de troep schoonmaken. En we gaan hier een streep onder zetten. We gaan weer met frisse moed verder. Met de vakantie neem ik aan. Tuurlijk. Ja, waar de een te veel water heeft, daar heeft de ander een tekort. De droogte op sommige delen van de Veluwe is zo nijpend dat het waterschap Vallei en Veluwe zandzakken in de Leuvenumse Beek heeft geplaatst om het water langer vast te houden. Zonder die zandzakken dreigt de beek droog te vallen. En dat is een ramp voor de natuur en voor zeldzame dieren zoals de beekprik. We staan bij de Leuvenumse Beek. En dit is een zijtak die je hier ziet. En daar is de hoofdwatergang. Zandzakken in de natuur. Het waterschap kan niet anders meer. Nou, als die zandzakken er niet zouden zijn, dan zouden die hoofdbeek, die zou al die zijtakken gaan voeden met water. En dan wordt het overal te droog. Water vasthouden dus om de natuur, zoals deze zeldzame beekprik, te behouden. Een ommekeer. We waren gericht in dit land om het water zo snel mogelijk altijd af te voeren naar de rivieren en de randmeren. En we moeten naar een situatie dat we het water in ons gebied houden. Er zou eigenlijk geen druppel meer uit mogen. Niet alleen op de Veluwe worden maatregelen genomen. Ook in de Achterhoek moet het roer drastisch om, vindt waterschap Rijn en IJssel. Nou, wat ik vooral probeer te doen is een soort wake-up call uit te zenden. Dat we met de maatregelen die wij nu kennen, die we nu nemen met elkaar, het gewoon met dit klimaat het niet gaan redden. Er zal meer water in het gebied in de winter vastgehouden moeten worden. En dat betekent ook wateroverlast. En dat zal ook bijvoorbeeld voor boeren betekenen dat ze in het voorjaar later op het land kunnen. Maar daardoor hebben ze misschien in de zomer langer water. En we zullen nu met elkaar zeggen, oké, we gaan nu proberen dat afvoeren anders in te richten, zodat we in tijden van overschot meer kunnen bufferen in de grond. In de Betuwe gaat de peren- en de appeloog zo langzamerhand van start. Door het mooie weer is het fruit eerder rijp. Maar de hitte van de afgelopen dagen, dat is dan weer een beetje te veel van het goede. 'S Middags moet de beregening aan om verkoeling te creëren. En ja, om zelf nou in die brandende zon te gaan staan, dat doe je ook niet voor je plezier. In alle vroegte worden in Op Hemert de eerste appels en peren geplukt. Fruitteler Van Dijk brengt deze week de eerste L-stars naar de veiling. We zijn al ruim een week bezig met de Delba en sinds een paar dagen ook de eerste Elstar.
Het hoogseizoen zal over een week of twee, drie plaatsvinden. Wij zijn al iets eerder bezig en we gaan wel langer door. Er moet volop beregend worden, zodat het fruit niet verbrandt. Ja, als het erg warm is en vooral windstil, dan kan de appel zich niet meer koelen. En dan wordt hij zo warm, net zoals bij een mens, en dan verbrandt hij. En als dat te erg wordt, dan wordt de appel in feite onverkoopbaar voor ons. Omdat hij zo vroeg is, krijgt Van Dijk een mooie prijs op de veiling. Nu mogen we nog niet klagen. Maar ja, er is nu natuurlijk nog weinig aanbod, dus ik ben benieuwd wat de prijs over een week gaan doen. De zon zorgt in ieder geval voor zoetere appels. Ik verwacht dat dit jaar heel lekker appels kunt eten, ja. Als ze maar van Hollandse bodem komen. Hè. De politie heeft gisteravond twee mannen aangehouden voor een schietincident bij station Nijmegen. Het tweetal komt uit Nijmegen en is 20 en 23 jaar oud. Een ooggetuige maakte gisteren melding dat een groepje er vandoor ging nadat een schot klonk. Na het incident werd de huls van een kogel gevonden, maar van de daders en slachtoffers was geen enkel spoor. Met behulp van camerabeelden kon de 20-jarige man snel worden aangehouden. En de 23-jarige man is aangehouden in een Nijmegen ziekenhuis nadat hij zich daar had gemeld voor medische hulp. Diverse gebouwen in Gelderland werden gisteravond beschenen met rood licht. Het ging om de actie Red Alert van de evenementenbranche. Door de coronamaatregelen is deze sector keihard getroffen. En twee steunmaatregelen van de overheid voor de branche dreigen in september af te lopen. En dus was het tijd voor actie. Het centrum van Arnhem is gisteravond prachtig rood uitgelicht. Het stadhuis, de Eusebiuskerk en de John Frostbrug. Allemaal vanwege de actie Red Alert. En ook op andere plaatsen werd er actie gevoerd door de evenementenbranche. Zoals hier bij het gemeentehuis van Oost-Gelre in Lichtenvoorde. Namens alle licht- en geluidsverhuurbedrijven willen wij een statement maken richting de overheid voor het behoud van de NOW en de TVL-regelingen. Omdat die voor ons als branche en voor ons als bedrijf echt cruciaal zijn om deze tijd waarin geen evenementen toegestaan zijn te overleven. De steunmaatregelen waarmee het loon doorbetaald kan worden en de tegemoetkoming in de vaste lasten dreigen per eind september op te houden. En dat zou een ramp zijn voor een branche die keihard getroffen wordt door de coronacrisis. Nou, nu in het hoogseizoen zouden we 40 evenementen per maand hebben. En daarvan is nu eigenlijk onze hele agenda is leeg. Omdat de evenementen die wij draaien zijn allemaal voor meer dan 100 man. En die zijn gebaseerd op echte festivalevenementen. En die komen helaas allemaal te vervallen vanwege de coronaregelingen. Om klokslag 9 uur gaan alle lampen aan en kleurt het gemeentehuis rood, ziet ook wethouder Bart Porskamp. Hij leeft mee met de getroffen bedrijven, maar heeft ook een duidelijke boodschap. Ja, corona, wij zijn er misschien wel klaar mee, maar corona is nog niet klaar met ons. Hè. Dus blijf je aan de basisregels houden, dan kunnen ook deze mensen van de evenementenbranche misschien weer net sneller aan het werk. En daarmee kunnen misschien ook weer banen behouden blijven en natuurlijk een leuk uitstapje voor de mensen. De boodschap van de evenementenbranche is net zo duidelijk. Het is code rood. En op het symbolische tijdstip van 11:55 gaat zowel in Lichtenvoorde als in Arnhem het licht uit. Een teamfoto voor het nieuwe seizoen. De anderhalve meter samenleving is ook in het voetbal van toepassing. Het is wel gek, maar regels zijn regels, je moet eraan houden. Maar gelukkig kunnen we voetballen en dat is het belangrijkste dus. Langs de A50, de hoogte van Heelsum, is vanmorgen een trailer met levende varkens in brand gevlogen. Daarbij zijn meerdere dieren omgekomen. Een voorbijganger slaagde er in de vlammen snel te doven en een grotere brand te voorkomen. Er zouden bijna 200 varkens in de trailer hebben gezeten. Een tiental dieren is gestorven en een veearts die ter plaatse kwam euthaniseerde daarnaast nog een aantal andere dieren. De overige varkens werden overgeladen in een andere trailer en de weg werd eind van de morgen weer vrijgegeven. In recreatiegebied de Berendonk in Wiegen is vanmiddag een lichaam aangetroffen. Hulpdiensten waren massaal ter plaatse nadat een persoon onder water verdween. Over de doodsoorzaak en de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niet zeggen. En in woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina in Apeldoorn zijn vanochtend ijsjes uitgedeeld aan de bewoners. De ijsjes moeten de ouderen helpen koel te blijven in de hitte. In het woonzorgcentrum wordt er veel aan gedaan om de bewoners koel te houden. Voldoende drinken, een koud voetenbad en de airco die verkoelende lucht brengt. De ijsjes zijn een lekker extraatje, al moest er wel snel gegeten worden. Ijsjes smaakt lekker. Maar het is een goud dooi. Het smelt zo weg. Het is gewoon zacht, het is wat melk. Gewoon.
Wielrenner Fabio Jacobs uit Heukelum is vandaag uit het Poolse ziekenhuis ontslagen na zijn horrorcrash van vorige week in de Ronde van Polen. Hij wordt overgeplaatst naar het ziekenhuis in Leiden. Jacobs heeft een week lang in het ziekenhuis gelegen. Hij onderging een 5 uur durende operatie aan zijn gezicht en werd 2 dagen in een kunstmatige coma gehouden. De renner wordt met een medische vlucht naar Nederland gebracht en daarna wacht een lange periode van revalidatie. De verwachting dat Jacobs uiteindelijk terug kan keren in de topsport zou reëel zijn. Ongediertebestrijders in Gelderland maken deze dagen overuren. Met name wespen zorgen op veel plekken in de provincie voor overlast. Het hoort bij jaargetijden, maar het is aanzienlijk drukker dan andere jaren. Ook in de Achterhoek is het voor ongediertebestrijders op dit moment alle hens aan dek. Nou, hier ziet u een aardig mooi exemplaar hangen van een wespennest. U ziet ze zo nog niet, maar als ik het heel eventjes tegenaan tik, dan ziet u ze er al uitkomen. Dan denken ze, wat is er aan de hand? De ene na de andere overlastmelding komt binnen bij Martijn Hengeveld uit de Heurne. Voor de ongediertebestrijder zijn het lange dagen. Nou, ik ben aankomende november ben ik 10 jaar voor mezelf bezig en ik heb het nog niet zo druk gehad als dit jaar. Daarmee, alleen met de wespen dan. De telefoon rammelt aardig door. Woonzorgcentrum Debbeshoek in Ulft roept de hulp van de ongediertebestrijder in voor een groot wespennest aan een lantaarnpaal. Ik kwam via het trappenhuis hier naar onderen toevallig. Ik zat er naar buiten kijken en ik denk, wat hangt daar aan? En ben ik naar buiten gegaan en toen zei ik dat het een wespennest was. Dus zodoende. Volgens Hengeveld zijn de lange warme dagen en het goede voorjaar de oorzaak van de wespenoverlast. En het is nu heel erg broeierig, warm. Gisteren op sommige plekken weer een beetje regen gevallen. Dus toch weer lekker broeierig weer voor die wespen. En dat vinden ze heel fijn. Het is nu al een 3,5 weken, 4 weken loopt het zo gestaagd elke dag door. Zelfs al een paar zondagen doorgegaan om de boel weg te werken. Dus het is nu echt druk. De voetballers van onze Gelderse clubs staan alweer weken met elkaar op het veld, zonder de strikte 1,5 meter maatregel. Maar als er een teamfoto gemaakt moet worden, dan is dat ineens heel anders. Zo ook bij Vitesse. Meten is weten, dachten ze ook bij Vitesse vanmiddag voor de jaarlijkse persfoto, nu op 1,5 meter afstand van elkaar. Bij de Graafschap gingen ze onlangs met een negatieve coronatest op zak zo op de foto. Maar ondanks dat de spelers op het veld de afstand ook niet kunnen houden, willen ze in Arnhem toch een signaal afgeven. I think it's important that we as a club that we do everything we can do to help that nobody gets the virus and also to give a clear message outside that we have to take care. In de hete zon op Papendal gingen voormalig jeugdspelers Daan Huisman en Miljon Manhoef voor het eerst op de foto. Wie is nou het ijdelst? Het ijdelst? Ja, ik denk toch wel Miljon, hè? Nou, Miljon komt wel in de buurt. Altijd zijn haar goed doen. Ja, merk je wel. Ja, Daan. Nee, grappig. Nee, een mooie jongen. Nee, ik weet niet. We zijn allemaal hele knappe jongens. Het was ook voor het eerst dat Vitesse zich toonde in het nieuwe thuisshirt, dat op social media door supporters werd bekritiseerd omdat de zwarte banen niet doorlopen. Maar dat maakt Daan Huisman niet uit, want hij wil dolgraag in dit shirt debuteren. Tuurlijk, ja, tuurlijk. Nee, ik vind het gewoon een mooi shirt. Geel-zwart, altijd mooi. Als je door Wageningen loopt, dan hoor je hem vast wel eens. De Bijaardier die aan het spelen is. En die heeft het nu drukker dan normaal. Eigenlijk is hij de enige artiest in coronatijd die nog wel live kan spelen. En dat doet hij dan ook graag. Voornamelijk verzoekjes van de inwoners. En sommigen kunnen dat wel heel erg waarderen. Een van de verzoekjes kwam van de 8-jarige Niek, die groot fan is van het carillon van Bijaardier Boudewijn. The Long Winding Road van de Beatles, dat was mijn verzoeknummer. Ik vond het gewoon een heel mooi nummer en ja, ik ken Boudewijn nog goed. Ik weet dat hij dat heel goed kan spelen. En normaal gesproken speel ik hier 1 keer in de 14 dagen, maar nu mag ik elke week spelen. Het is een instrument voor iedereen op straat. Ik zeg wel eens, ik ben een straatmuzikant op hoog niveau. En hij speelt dan ook bijna alles wat je aanvraagt. Iets wat Niek ook wel graag zou willen. Ik kwam in Ede. Ik hield sinds mijn 3e al van kerkklokken. Ik dacht alleen maar dat je koster kon worden, maar niet Bijaardier. Dat wist ik toen nog niet en dat vond ik zo mooi. Ik zei dat papa, toen we die toren uit waren, ongeveer om 8 uur.
Ik zou dat eigenlijk ook wel willen worden. En dus mocht Niek vandaag van Boudewijn ook even de toren in. Om alles eens van dichtbij te bekijken. En niet alleen bekijken. Boudewijn, ik kom even je stoeltje overnemen. Oh, kijk, wat ga je spelen? De paukenslag. De paukenslag van Haydn. Nou, het moet in één keer goed, hè, want heel Wageningen luistert. Ja, top. Ja, krijgt u nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het zeer warm. Lokaal kan een forse regen- of onweersbui vallen die zeer lokaal tot overlast kan leiden. Er is bij de zwaarste exemplaren kans op hagel- en windstoten. Vannacht dan verdwijnen de laatste buien. De temperatuur daalt tot zo'n 20 graden. Morgen dan wordt het ook nog tropisch warm met 31 of 32 graden. En in de middag neemt snel de kans op regen- en onweersbuien toe. En bij de buien is kans op hagel, windstoten en zeer veel water in korte tijd. Zeer lokaal is er weer kans op overlast en de wind waait uit het zuidoosten en is zwak of matig. Kijken we nog even vooruit. Vanaf vrijdag is het niet meer tropisch, maar nog wel erg warm en klam met 26 tot 29 graden. Iedere dag is er wel kans op een aantal pittige buien. En dit was het Gelders Nieuws. Op onze site en op onze app een bijzondere oproep van Gelderland Helpt. Cecile zoekt een recept voor een appeltaart. Een recept dat ooit door haar vader op de radio is voorgelezen. De voormalige chef-kok is dement en kan het recept zelf niet meer geven. Het hele verhaal leest u op gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.